Op de Oostergrachtswal in Leeuwarden is vanmorgen een 59-jarige man uit Leeuwarden tijdens werkzaamheden van een steiger gevallen. Na de val is de man overleden. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar hulp mocht niet meer baten. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt het bedrijfsongeval... en laat weten dat het onderzoek drie tot vier maanden kan gaan duren. Bij de nachtopvang in Leeuwarden is het topdrukte. In het eerste halfjaar van 2015 is het aantal bezoekers voor de opvang fors gestegen. Van 193 daklozen in 2014 naar 306 nu... Volgens zien, waar de nachtopvang onder valt, is de stijging te wijten aan bezuinigingen in de zorg. Toch wil de organisatie nu een vervolgonderzoek laten doen om te kijken wat de exacte redenen zijn voor de toename. Gemiddeld slapen daklozen zo'n 26 nachten in de nachtopvang. De overdekte 400 meter baan en de twee 30 keer 60 meter banen van de Elfstedenhal worden volgende week officieel geopend. Eind september ging de hal al open voor het publiek en kon dan worden geschaatst. Wim Wink, de man die tijdens de Elfstedentocht van 1997 als laatste finiste, zal de ijshal openen. De voormalige leeuwarder ijshal trok jaarlijks 100.000 bezoekers. Om de nieuwe Elfstedenhall rendabel te maken, moeten er nu minstens 150.000 bezoekers per jaar gebruik maken van de faciliteiten. Kleinschaliger onderwijs, dat moet de uitkomst worden van het nieuwe concept van scholengemeenschap Comenius. De nieuwe formule krijgt de naam Comenius et Forum. Vanaf volgend jaar augustus start de school met zes klassen van 18 leerlingen in zowel MAVO, HAVO als VWO. Volgens het Comenius sluit het nieuwe concept aan bij de wens van ouders om het onderwijs op een andere manier vorm te geven. Marijke Brouwer is het nieuwe hoofd collecties van het Fries en Keramiek Museum in Leeuwarden. Brouwer begint vanaf volgende week aan haar nieuwe taak. Marijke Brouwer was de afgelopen 13 jaar algemeen directeur van het museum Het Valkhof in Nijmegen. Daarvoor was zij hoofdcollecties en onderzoek en hoofdbedrijfsvoering bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Udo D., de ex-TBS-ser die ervan verdacht wordt in oktober vier vrouwen te hebben aangevallen en waarvan één te hebben doodgeslagen, blijft 90 dagen langer in voorarrest. Dat laat het OM weten. De 38-jarige D zou op maandagmiddag 19 oktober een prostituee hebben neergestoken op de WEZE en daarna elders in de stad een vrouw met een fles te hebben doodgeslagen. Daarnaast heeft hij nog twee andere vrouwen aangevallen. Zij brachten het er naar omstandigheden goed vanaf. Uiteindelijk heeft Udo D zichzelf aangegeven op het politiebureau. De Leeuwarden Wateralliantie krijgt extra geld van de provincie als het gaat om onderzoek en exportontwikkeling. In totaal betaalt de provincie 517.000 euro. De alliantie is een samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven op het gebied van watertechnologie. Daarnaast vormt de Wateralliantie met verschillende partijen, waaronder Wetsus de Watercampus in Leeuwarden. In het WTC wordt morgen muziek gemaakt voor en met vluchtelingen. Het initiatief komt van we willen Om het muzikale moment tot een succes te maken, is de organisatie nog op zoek naar muziekinstrumenten. De activiteit is een van de vele die we willen gaat houden. Inmiddels hebben zich al 500 vrijwilligers aangemeld. De organisatie laat weten dat mensen zich nog steeds kunnen blijven aanmelden.